Ja? Doe dat even beet. Ja? 4, 5, 6 keer ben ik naartoe gestapt. Ja? Ik behoor die beloning te hebben ook nog eens. Ja? Best gedaan, want dan ga ik in de tussentijd allemaal wat trouwen met dingen van jullie. Ja? Beter laten met rust. Ja, en beter geef je de opdracht maar gewoon met rust te laten. Want ik heb hier nooit op gestaan. Ja, niemand trouwens. Ja? Veel onervaren. Ja? Dek erom, hè? Maar God, die ziet anders, weet je dat? Stof. Ja? Beter, is dat? Politica is niet goed, weet je wat? Fascisten zijn het. Hè? Maar ik kan niet alles vertellen hier voor de camera. Hè? Ze hebben mij geprobeerd te liquideren, zomaar om niks. Hun doen dat hier in Nederland. Hè? En dat zegt nou te veel, en dat is de grote opdrachtgever, meneer Abink. Hè? Ik ben opgefokt voor hun. Gewoon in de ja, gewoon hun deugt niet deze fascistische staat. Moord op Roma en Sinti, hun doen dat in het geheim. En ik zeg de waarheid, hun hebben geprobeerd me uit de weg te ruimen. Hun daar, hij, de grote opdrachtgever, Abink. Ik heb het rechtstreeks in zijn bek gezegd. Hij behoort ook nog een beloning te hebben van 20.000 euro. Waar ik eerlijk de waarheid heb gezegd voor hun. Van de viervoudige moord op Panasje aangegeven, weet ik het allemaal. Nee, in de tussentijd trok die 8.000 euro zomaar van mijn rekening af. Hij, kijk, hij maar paranoia is. Op een schof, bastard. Het zijn wereldwijdjes overal verspreid. Hun zijn al politiestaat, dat ze vermoorden mensen, daklozen. Hun doen dat. Ik heb de waarheid gezegd. Ze dus proberen hem aan alle kanten te kijken, zoals de dood. Maar proberen te liquideren, te doden. Ja? Ze zijn niet goed, weet. Ze zijn niet goed wijs. Fascisten, ja? Neofascisten. Ja? 666 is hun systeem. Ja? Ik zou je zeggen, ik ben Rome en Sinti, Zigeuners, Hollanders, Scheveningen, Hagenees. Hun deugen niet. Ja? Ze hebben mij geprobeerd te liquideren, ze zullen me zo kijken. Ze willen alle kanten willen ze maar uit de weg gaan. Hun. Dan zou je zeggen, ik ben al Bambo Leo. Nederlandse leeuw, leeuw van jullie, hun deugen niet. Ja? Ze doen dingen wat helemaal niet klopt. Het is een vieze gore politiestaat. Ja? Ze vermoorden daklozen, meer zeg ik niet. Ja? Maar kijk uit wat ze mee doen met dat bericht. Ja? Want ze willen mij, ze proberen op alle manieren mij te pijp te maken. Ze willen nu zorgen dat ik in de bias ga verdwijnen. Hun doen dat. Je mag uitzenden wat je wil, want zeg gewoon de waarheid en doe het maar. Zet het maar uit of op de tv of wat ik wil. Hun deugen niet, hun zijn fascisten. Moord op dakloos hebben hun gedaan. Ja, hun doen dat hier in de stad. Hun vieze fascisten. Kijk wat ze doen, kijk. Ja? Voor de gewoon normale recht was vroeger niet echt een links of weet ik veel. Maar nu zie ik het hoe, kijk hoe ze zijn. Huh? Vuile fascisten! Ja, fascisten zijn jullie! Honden! Ze vermoorden gewoon mensen, ook criminelen. Waarom ze uit de weg? Ze geven anderen de schuld. Minister van Traben, hun leuk vermoord. Hun doen dat. Huh? De Bond van de Vrije Metselaars, al dat soort dingen zitten allemaal achter. Het kapitaal, het systeem, het geld. Huh? Geld, wat zit daarachter? Het geld, gewoon de normale bevolking wordt daar te weg geruimd gewoon. Van de neofascisten zijn. Ja, hun, daar, kijk wat ze doen, de deugen niet. Ja, schoffen. Kijk, dat grijze haar, dat is meneer Alpink. Ja, dat. Ja.